je bent hier. Ja, ik ben bezig met de persverklaring. Oh. Oké, dan zal ik je niet storen. Wil je niet horen wat ik ga zeggen? Nou ja, dat je van niks weet en dat Sanders Inc. alle medewerking zal verlenen aan het gerechtelijk onderzoek, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ja, ik weet niet zo goed of dit het juiste moment is om dit te zeggen. Wat, je gelooft me niet. Wat? Nee, ja, natuurlijk wel. Nee, dat is het niet. Het is iets heel anders. Maar dit komt juist omdat ik sinds mijn nierfalen dingen heb moeten delegeren. Ik heb bewust een stap terug gedaan en dat wreekt zich nu. En wat betekent dat nu? Dat je weer werkweken van 80 uur gaat maken? Nou ja, zeg, is dat alles waar je aan denkt? De hele boel is platgelegd. Dat is desastreus voor een beursgenoteerd bedrijf, dat begrijp je toch wel? Zeg, als je me wantrouwt, dan moet je het zeggen, hè? Maar liever nu meteen, dan weet ik tenminste waar we staan.